Het was gigantisch druk in woonzorgcentrum Jozefzorg. Hier vond voor de allerlaatste keer het wijkcafé plaats. De dames van de organisatie gaven aan Omroep Tilburg aan hoe zij deze laatste avond hebben ervaren. Eigenlijk toch wel geweldig goed dat er zo'n opkomst is. Maar ook naar de toekomst gericht, dit geeft moed. Dit geeft moed voor de toekomst. Dat wil dus zeggen dat het wijkcafé op een andere locatie voortgezet gaat worden. Het Vratershuis hiernaast. Ja. Dat wordt helemaal verbouwd en dan krijgen wij daar ook een ruimte in waar wij ons wijkcafé kunnen houden 2 keer per jaar. En dan gaan we hard aan werken om daar ook onze eigen initiatieven te stoppen. Sander, ideeën, we zitten in het comité om leuke ideeën aan te dragen en perfect. Dat dus voor de toekomst. Dan is het toch nog even tijd om terug te blikken in het verleden. De laatste wijkcaféavond in Jozefzorg. Nou, de omkomst is sowieso al stukken groter. Wij zijn dus heel veel aan het lobbyen geweest. We hebben PR gedaan. Dat werkt, dat geeft vruchten, dat zien we wel. Maar we hebben wel het idee van dat we dus ook goede onderwerpen hebben. En daar de mensen ook wel voor komen. Niet alleen voor het eten. Eten is ook wel geweldig, hè? Ja, het is heerlijk, hè? Het smaakt goed en iedereen kan ook netwerken tijdens het eten. Ja. Dat is ook natuurlijk een heel belangrijk punt, vind ik. Tijdens dit laatste wijkcafé werden er zeer actuele presentaties gegeven. Actueel, heel actueel vonden wij het Vratershuis sowieso. Er is nu een man met een zak geld langsgekomen en wij vinden dat we die moeten gaan gebruiken. Die wil, die heeft initiatieven. En anders moeten we misschien nog wel 20 jaar wachten. Nu gebeurt er iets. En van Thebe, we hadden al gewoon wat andere thema wijkcafés gehad. Ja. En dat is ook een thuiszorg van de Wever aan de beurt geweest. Dus wij gunnen ook een andere thuiszorg het woordje. Oké. Ja. En dat sluit ik helemaal bij je aan. Ik vind het ook heel belangrijk trouwens, dat mensen goed op de hoogte zijn. En na zo'n laatste wijkcafé is het dan toch echt tijd om afscheid te nemen. Voor ons zeker nee, niet. Nee. Wij zijn nog heel enthousiast en we willen gewoon verder. Ja. De dames weten precies te vertellen wanneer het volgende wijkcafé georganiseerd wordt. November. En als het dan nog niet in het Vratershuis kan, dan is er wel een andere locatie. Waarschijnlijk het wijkcentrum in Jeruzalem. Maar daar gaan we gewoon verder. Ja.